Maar als mensen mij echt zo dik vinden, ik weet het niet. Oké, we gaan weer naar Rome, Keulen en Parijs graven. Wauw. Een ladies daar. Ja. Een hele goede morgen iedereen. Hi. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 23 november 2020. Mijn naam is Karin Stamman van de Werf. En mijn man die heet Roderick Stamman van de Werf. Ja. En ik wil jullie gewoon heel veel welkom heten bij deze gloednieuwe vlog. En ik zeg heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hier hebben we dus Lady liggen. Hè, leuk. Ja, een hele bank voor jezelf. Daar hebben we mevrouw liggen. 1. Daar hebben we mevrouw 2 liggen. Ja, die denkt ik wil aandacht. Deze ook. Wil ook aandacht. Ja, en ik weet wat je wil. Waarom ben ik ook opgestaan? Want ik had zoiets van, ik ga om 10:30 eruit. Maar ze zijn lekker aan het piepen. Ja. Maar even niet een of het ander. Hi Draakie, goedemorgen. Ja, ik ben gisteren samen met Roderick hier lekker bezig geweest. Ik moet dit nog even opruimen. Ik heb nog een was in de droger. Maar als mensen mij echt zo dik vinden, ik weet het niet. Ja, ik ben een beetje nog lekker fors. Ja, maar niet dik. Ja, dit is nog inderdaad huid weer, wat er weer opkomt. Want als je heel goed gaat kijken. Nee, ik schaam me er niet voor, jongens. Echt niet. Ik niet. Kijk, ik laat verder niks zien. Alleen mijn littekens. Kijk, vanaf hier loopt hij helemaal om, rond, naar deze kant toe. En van hier precies onder. En hier is hij nog heel, wel behoorlijk dik. En dat moet nog vervagen. En dan heb ik hier nog. En dit is allebei heel gevoelig. En dit doet ook pijn als ik erop druk. Dus ja. Maar dik? Nee, dat ben ik niet meer, jongens. Nee. Ik ben gewoon blij zoals ik nu ben. Ja. En ik ben nog niet helemaal hersteld. Ook dat weet ik. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon gezellig weer vandaag door. Ik ga nu eerst eventjes aankleden. Want ik heb het koud zoals je kan zien. Maar dat maakt niet uit. Geef niet. Ik ga me nu aankleden. En dat ziet er zo uit. En zo ziet het eruit als ik dus aan ben gekleed. Ja. Ik heb schoenen van Haren aan, sokken van de Primarkt. Deze huis en tuin keukenbroek heb ik aan. Heb ik van Roderick gehad. Ja, dus een Umbro, maakt niet uit. Wordt er niet voor gesponsord. Hij heeft mijn mannetje toen destijds bij de Action gehad. En deze komt bij de Vibra vandaan. Hatsenflats, alles lekker door elkaar. Ik ga nu even lekker mijn haar doen. Even nog een beetje, eventjes, het is nog nat. Want ik ben al onder de douche geweest, zoals je kan zien. Het slaat echt helemaal nergens op. Nee, maar ik ga wel even mijn dingetjes doen. Ja. Ja, ik ga inderdaad eventjes mijn haartjes doen. Dan moet ik eventjes mijn borstel zien te vinden. Mijn borstel. Waar is mijn borstel? Wauw, kan ik mijn borstel niet eens meer vinden? Wauw. Ja. Wauw. Oh ja, ik weet het al. Ja, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Ja. En de hondjes willen zo graag naar buiten. Oh, ze zijn ook zo zielig. Vooral hier. Mevrouw 2 ook. Oh, sorry, leed. Sorry, wijfie. Ja. Ja, wijfie. Zo. En dan ga ik even mijn haar even doen. Ja. Kijk, dat ziet er al een heel stuk beter uit. Toch? Ja, wauw, wat een verschil. Oh, kijk dan. Want ik kan jullie nou wel zien, toch dat een heel groot verschil. Kijk. Kijk, wat weer mooi. Au, zo. Kijk. Zo. Karen is weer opgeknapt. En ja. En wat de planning is? Ik zal het jullie vertellen. Wat de planning is. Jullie zien haar zitten. Jullie zien haar staan. Jullie zien haar liggen. Toch?
Ja, en die nou loopt, die doet niet mee, want die kan gewoon hier in de douche wat doen. Dus dat ga ik als eerst zo meteen doen. Maar wat ik daarna ga doen, als ik weer thuis kom, dat laat ik even zien. Wat de planning voor wat ik probeer te doen vandaag. Oké, de eerste actie voor vandaag is even dit filmen voor jullie wat ik ga doen. Nou, dat is dus eerst something hun. Dan, nou ja, eerst. Hey, ik had gezegd om 10:30. Zijn ze aan de beurt. Nou, ik ga even mijn schermen aandoen. Dat sowieso. Nou, wat ik dan vandaag ga doen. Dat is sowieso mijn vlogs editen. Dus eerst hun, dan deels mijn vlog editen met muziek erbij. Dan heb ik nog in de droger heb ik nog een was. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier heb ik nog vuile was. Ik heb hier nog was. Die handdoek die mag er ook bij en bij de was. Moet ik even kijken zometeen hoe vol mijn wasmachine is. Moet dit er nog gewassen worden? Hier heb ik nog schone was. Die moet ook nog opgevouwen worden. Ik wil eigenlijk dit ook even gaan schoonmaken, want dat ziet er ook niet uit. Mijn spiegel wil ik schoonmaken. Proberen. En dan wil ik met die was, die nu nog in de droger zit, wil ik dit even helemaal wegwerken. En dan wil ik deze week sowieso ook dit nog even helemaal mooi maken. Echt, ja. Gewoon opruimen. Het ziet er niet uit. En dan wil ik ook nog deze hier aansluiten, zodat ik hier ook muziek heb. Ja. En voor de rest, wat ik eigenlijk ga doen. Als ik te moe ben. Ja, als ik te moe ben. Kijk, hier. Kijk, deze wil ik ook gaan schoonmaken. Maar dit komt echt puur. Dit. Wat je ziet. Door dit hier. Ja. Want als je gaat spuiten. Komt dat dus tegen die spiegel aan. Yay! Joepie. Nat, want hij ziet er niet uit. Wauw. Dus ja, dus dat. Nee, ik ga eerst even deze drie doen. Maar eerst mijn horloge. Dus dat gezegd hebben we tegen jullie, wat ik allemaal ga doen. Hoop ik en dat ik het red. Want ja, ik ben nog steeds herstellende. Nog steeds. Want ja, narcose gaat er niet heel snel uit. Zoals men ook weet. Ja, ik ben gewoon weer momenteel heel veel moe. Moet nog even naar een afspraak maken met de huisarts. Ja, piep. En ik wil mijn haar eventjes vastmaken. Sowieso. Even zo. Dat het eventjes in een halve staat zit. Dat ik niet overal last heb met mijn haar. Nee, net zoals ja, even een bellinggaas. Zeg van, het is altijd wel leuk om naar jezelf te kijken. Nou, en dat, nou ja, met vloggen vind ik dat nog een beetje moeilijk. Maar zoals in de spiegel kijken vind ik het niet meer moeilijk. Vroeger vond ik het wel moeilijk. Dus alle dieren uit de slaapkamer en zo niet hebben je pech. Dan ga je nog maar even lekker op bed liggen. Oh god. Ja. Ik weet niet hoe koud het is. Ik zal dat eerst even kijken op mijn kont. Want het zonnetje schijnt wel. Maar ik weet niet hoe koud het is. Want of ik moet mijn winterjas aan. En anders doe ik dat gewoon een normale vestje aan. Want daar is ook de zon die schijnt wel. Maar het is niet zo heel erg koud. Dus ik kan het vestje aan. Zo, jullie zien me niet. Overbelicht. Dames, kom. Lopen. Leed. Ga mee. Zo, jullie zien echt niet, hè. Kom hier. Kom. Ga mee. Dank je. Tralali. Tralala. En toen zagen we maar eens. Oh, wat een overbelichting, jongens. Wauw. Maar jullie horen me wel. Dat scheelt. En ik ga nu dus de dames doen. Oké, we gaan weer naar Rome, Keulen en Parijs graven. Wauw. Een lady is daar. He, ja. Een lady wil doorlopen, maar we willen nog niet. Jood, nu wel. Oké, ja, best. Wow, halt. Nu zitten jullie lijn in de knoop. Is dat handig? Nee. Kop. Oh. Laat Lady ook eens. Nee. Beauty, kom hier aan deze kant. Nee, Beauty, deze kant. Goed zo. Mag Lady ook eens een keer wat doen? Ja, kijk. Nu eindelijk eens een keer plassen. Ja, en jij moet ook plassen. Dat weet ik. Hi, meis. Zo, ik ga even weer stoppen met filmen.
En ik ga deze even lekker lijn weer even uit de troebel halen. Ja. Mijn lieve drie meiden. Netjes. Zo doe ik het dus altijd. Wauw. Puppie. Hé, puppie. Hé. Gekke maakte. Gekke drukke maakte met je zusje. Hè? Nee, nee. Je bent een gekke drukke maakte, hè. Hmm. Oh, zo gevaarlijk ben jij. Oh, je bent ook zo gevaarlijk. Oh, je bent ook zo gevaarlijk. Ja, ja, ja. Je bent ook zo gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Buh, ik voel ze wat van de bank af. Wauw. Kom hier dan. Ik hun even filmen. Blijf. Nee, nee. Zitten. Zitten. Niet springen. Laag. Wauw. Kom eens hier met dat ding. Kom hier. Los. 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 Zitten. 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 Hai, mond. Niet springen jij. Ja, daar. Kom. Hier. Daar. Ja. Dan moet je pakken. Ja. Allebei blij? Ja. Die is zo werelds hier. Dat ding. Ja, en dan pak zij hem weer af. Wauw. Ja, ja. Nou is het klaar? Ja. Zo. Nou, volgens mij kunnen het er allemaal wel bij, hè? Die niet. Deze wel, die moet ik even apart wassen. Denk ik zo, dat denk ik wel, ja. Nou, kunnen het erbij doen. Jee, toch wel. Oké, okay. Fijn. En dan heb ik hier nog een handdoek. Zo. Hartstikke mooi. Dat kan daar naartoe. Zo. Zo. Ja. Ja. Oh, ik ben nog zo zielig. Zielig. Eén, twee, drie. Ja, ja, die kant. Zo. Waar is het dan, piepert? Hoi. Dit is dus
dus wasmiddel en dit is dus azijn, schoonmaakazijn. En dat doe ik dus als wasverzachter. En echt, het werkt. Alleen het meuk als het erin doet. Ieuw. Bah. En dan het bakje dicht. Nou, hij staat goed. En dan doe ik hem aan. Die erop. Die uit. En ik heb dus deze schone was. Zo. Doe ik deze op de haak. Anders vinden de honden het leuk om dus kattenstront te eten. Ja. Is ook niet zo fijn. Nee. Ik had jullie even in de hondenkast gedaan. Ja. En dan ga ik even naar de achterkamer. Waar nog een dikke bende is. Ja. Top. Helemaal goed. Yay. Joepie. Kijk, net zoals deze doos. Die kan naar de schuur toe. Dus deze doe ik hier naartoe. Heb ik daar ook geen last meer van. Nee, hoe toevallig. Ja, nou zoals jullie dus zien ben ik even lekker bezig met mijn ramen schoon te maken. Kijk, even lekker met lekkere spiritus. Lekker. Hier, moet je kijken. Lekker hoor. Schoonmaak spiritus. Lekker hoor. Heerlijk. Zo. En dan heb je dat takkenherrie en van dat takkenbedrijf. Zo, kijk. Kijk dan. Visities. Kijk dan. Ja, joh. Oei, jalla. Kijk dan. Oh, dit is vies, mensen. Oh, ik schaam me niet. Ze gaat het pakken, als je het kijkt. Zo. Mag zij deze? Zo. Ja. Zo. Toen was het in één keer weer een schoon raampje. Ja. Dat was weer een keer een schoonraampje. Dus zo ben ik even lekker bezig vandaag. Zo, mooi. Dus mijn twee ramen aan de binnenkant zijn nu gedaan. Nou, ik heb de was opgeruimd. Ik zit gewoon weer gezellig op Bibo zoals anders. Hier nog even een hoopje troepjes en alles. Maar mijn bed is aardig vrij. Dat is een heel stuk beter. Nou ja, dit staat nu ook zoals jullie nu kunnen zien. Hey, dat staat een heel stuk beter dan wat het was voordat ik begon. Toch? Ja, daar naartoe. Dit kan daarin, dat kan ook weer daarin. Dat kan weg, dat kan naar de schuur, dat kan ook weg. Nou, niet weg. Nou, en dit is de stand van zaken, hoe het er nu bij staat. Maar ik ben er even klaar mee. Raam heb ik gewassen. En nou ga ik zo even wat eten pakken voor mezelf. En dan doe ik deze even uit. Kijk, uit. En daar ligt mijn meisje. Hè? En zoals ik zei, ik ga weer even op Bigo. Ik ga even helemaal niks doen. Even lekker voor mezelf. Het is bijna 2 uur in de middag en om 2:30 is Roderick weer vrij. Dan geef ik gisteren mijn moeder dus een compliment van mam, u doet het supergoed. Krijg ik een bericht van ja, maar wat bedoel je ermee? Nou gewoon, in het algemeen, wees blij, ik geef een compliment, in het algemeen. Moet dan een dochter of iemand anders, stel jij geeft een compliment aan, weet ik veel, aan je goede vriendin of wat dan ook. Moet je dan per se iets hebben waar zij het goed mee doet? Nee toch? Gewoon in het algemeen. Dat aan de kant toch ook? Lijkt mij wel. Nou, nu heb ik daar een soort miscommunicatie waarschijnlijk met mijn moeder over. Maar als ze dit ziet, hebben we het al lang alweer uit de R gesproken hoor. Maar ik word daar zo moe van. Ik zeg gewoon van ik compliment hoe u het doet. Ja, maar waarmee? Nou, gewoon in het algemeen. Hond uit laten, huishouding, bla 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 bla. Bla. Ja, bla.